Veiligheidsbonden en de autoriteiten hebben een voorlopig akkoord bereikt ten aanzien van verbeterde toelagen. Dit bevestigt voorzitter Max Breinburg van de bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, aan onze redactie. De vakbondsman stelt dat er nog vervolggesprekken komen omdat er nog geen overeenkomst is ten aanzien van loonsverhogingen. Dat was dus bij de president ook aangegeven, want volgens de regels van IMF mogen ze ook geen loonsverhoging geven. En de bedoeling is ook dus dat ze geen extra geld zouden gaan zoeken of drukken, maar dat ze dus vanuit het ministerie zelf zouden gaan proberen te gaan schuiven. Bijvoorbeeld met overwerkgelden en ook. En ook de besparingen, dus de gelden zouden gehaald worden uit de besparingen. Althans, dat is ons gezegd, hè? Uit de besparingen van de overheid over de afgelopen periode. De nieuwe toelagen worden betaald uit de reserves van de overheid. Aan de nieuwe salarisvoorstellen wordt nog gewerkt, zegt Breinburg. Niet naar een 100% tevredenheid, maar het is in elk geval wel iets naar de mensen toe om het hoofd een beetje boven water te kunnen houden. Niet schrikken hoor. Ja, want ik zou dat zeggen dat het... Dat is afgepast met 300% en daarnaast is het dat ook een overbruggingstoelage gegeven, omdat er gebleken is dat bijvoorbeeld bij KPA na het ingaan van onze nieuwe wet, want u weet, we hadden een herstructurering gehad. En het korps is nu zelfstandig. Daarom blijkt dus dat het korps hergewaardeerd moet worden omdat we een verzwaring hebben gehad van onze beroep. De bondsvoorzitter stelt dat de toegewezen toelagen stopgezet zullen worden wanneer de nieuwe lonen aan de orde komen. Voor morgen hebben de vakbonden gesprekken gepland om van gedachten te wisselen over de salarisverhogingen.